Hallo allemaal, ik ben even aan het wandelen. De preek is net af en dan is het goed om eens even uit te waaien. Zondag dan hebben we kerkdienst weer, avondmaal. En dit keer dacht ik eraan dat wat we bijvoorbeeld doen in een kerkdienst. En dan is dat, we kijken altijd terug. Lezen we uit de Bijbel, staan we stil bij wat Jezus heeft gedaan. Dat is één ding. Maar dan passen we dat toe en dan kijken we wat betekent dat nu voor ons. En wat we doen in de derde plaats, is dat we naar de toekomst kijken. Hoe gaat het worden? Want God spreekt ook altijd over de komst van zijn koninkrijk en Jezus ook. Dus drie dingen, dacht ik. Verleden, heden en toekomst. En toen moest ik denken aan 4 en 5 mei. Heel indrukwekkende dodenherdenking altijd. Op de Dam. 2 minuten stilte. En in het hele land, als je geluk hebt. En toen dacht ik, ja, dat lijkt in zekere zin, niet helemaal, dat lijkt in zekere zin op een kerkdienst. En ik dacht, ik kan misschien goed uitleggen die elementen uit onze kerkdienst aan de hand van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Iedereen staat daar dan op 4 mei, ook mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, als die mensen zijn uitgestorven die oorlog niet hebben meegemaakt, dan stoppen we gewoon met die herdenking en zo. Maar zo is het niet. Mensen vinden het heel belangrijk om stil te staan bij wat er gebeurd is. Terugkijken. En dan hebben we vaak ook nog documentaires op de tv over de oorlog. Heel vreselijk, de Jodenvervolging. Hoe Hitler Duitsland dat langzaam heeft opgebouwd, die uitsluiting en de hongerwinter, noem maar op, daar staan wij stil. Zonder dat is er natuurlijk geen dodenherdenking, zonder dat moment van dat terugdenken. Maar die toepassing is even belangrijk. Wat heeft dat nu voor ons te betekenen, dat toen die erge dingen gebeurd zijn, dat er toen een hoge prijs is betaald voor onze vrijheid door soldaten, maar ook de prijs van burgers en de prijs van mensen die aan de onderduik meededen, hun huizen beschikbaar stelden, dat Joden hopelijk dan de dood zouden kunnen ontsnappen. Wat betekent dat voor ons nu, als dat hele erg is gebeurd? Hoe kan dat dan? Wat is er nu nodig dat dat niet meer gebeurt? Dat we nu alert zijn. Dat we nu die waarde van een menswaardig leven, dat we niemand uitsluiten. Dat we voor Joden opkomen als het antisemitisme weer begint. Dat we daar alert op zijn. Noem maar op. Dus wat betekent dat voor nu? Zowel die doden als die bevrijding. Wat is het? Wat betekent dat als je in een vrij land leeft? Snap je? Nou, in de kerkdienst doen wij dat eerste ook. We kijken altijd naar de Bijbel. Wat staat er? Wat zijn de woorden van God? Wat zijn de woorden van Jezus? En wat heeft Hij voor ons gedaan? En centraal is daarin natuurlijk zijn sterven aan het kruis. Dat we zijn dood gedenken. En zijn opstanding met Pasen. Dat Hij de levende Heer is. En wat betekent dat dan voor ons nu? Daar staan we bij stil. Je zou kunnen zeggen, die bezinning, dat komt overeen. Wij hebben zeg maar elke week een bezinningsmoment. Heel Nederland, 1 keer per jaar, wij elke week. Dan staan we stil. Maar het verschil is, dacht ik, maar misschien denk je er anders over. Het verschil is dat Jezus over het koninkrijk van God spreekt als iets dat ook nog gaat komen. Als hij begint met spreken, zegt hij, het is nabij, het koninkrijk van God is nabij, als hij er is. Maar hij zegt dan ook, het gaat nog komen. En als hij het brood breekt, als hij het avondmaal viert en instelt, dan zegt hij, ik drink die wijn niet meer totdat ik hem zal drinken in het koninkrijk. Dus er gaat ook nog iets komen. En dat is natuurlijk voor ons als christenen anders. Wij kijken terug, wij bezinnen ons, wat betekent dat nu? Jezus leeft ook nu, dus wij hebben nu verbondenheid met hem. Maar we hebben ook nog een toekomst met hem waar we op wachten. En dat werpt ook een heel nieuw licht op ons leven, nu dat wij
mensen zijn van de hoop en de verwachting. Nou, hoogste tijd om te stoppen. Zondag ga ik verder. Dag, dag. Tot zondag.